Poffertjes, stroopwafels, kroketten, typisch Hollandse snacks. En nu zijn ze ook verkrijgbaar in New York. Een nieuw fastfoodrestaurant, bedacht door Nederlanders, probeert de Amerikanen aan de Hollandse kost te krijgen. Would you like to try one? And they're croquettes, they're traditional Dutch. Tja, leg maar eens aan een Amerikaan uit wat een kroket is. Dat moet je gewoon proeven. That's pretty good. Op een absolute toplocatie in Manhattan zit sinds kort het Nederlandse restaurant Dank U, dat deze stad aan de kroket wil krijgen. Maar dan niet alleen de gewone vleeskroket. Ik heb de mozzarella en tomato. It's cheesy. It's really good. It tastes like an artichoke. There's a lot of artichoke in it. Dit is Karen Brink, bedenker van Dank U, dat al een vestiging heeft in Antwerpen en nu de VS wil veroveren dankzij Nederlandse gerechten waar een draai aan is gegeven. Wij vonden dat de kroket de ideale omhulsing eigenlijk is voor heel veel verschillende smaken en verschillende culturen bij elkaar te brengen. Maar er is natuurlijk meer dan alleen kroketten. Dank U verkoopt ook stroopwafels, er wordt Indisch gekookt en er zijn zelfs poffertjes. Niet allemaal even traditioneel bereid, poffertjes uit de oven, maar voor Amerikanen is het allemaal avontuurlijk. Kind of unlike anything I've ever had before, but I like it. Delicious. They don't have it in America. I'm glad somebody finally introduced it. I know my compatriots and they will love it. They will love it. Thanks so much. Toch zien we vooral Nederlandse New Yorkers zitten. De familie Manning bijvoorbeeld. Vader werkt voor Philips en nu kan het hele gezin toch Hollands snacken. Nederland heeft wel betere kroketten, maar ze zijn wel lekker. Ik bedoel, als je een poosje niks hebt gehad, dan is dit heel goed. Ja. De vrouw achter Dank U, Karin, is de dochter van zakenvrouw Nina Brink, wiens partner Pieter Storms ook betrokken is bij het restaurant. De verwachtingen zijn hoog gespannen. Het is niet alleen een American dream, maar het is zeker een... Mijn droom is om een Dank U op elke hoek van elke stad over heel de wereld te hebben. Er zijn al plannen voor nog eens twee restaurants hier in New York. Dus misschien is dit inderdaad wel de nieuwe McDonald's. Dat allemaal dankzij de Nederlandse kroket. Al is het er dan een gevuld met spinazie. Erik Mouthaan, RTL Nieuws, New York.